And thank you very much. And we will be pleased and we will be very happy. Nou, u gaat zo meteen een hele goede big band horen uit Kiev, die gisteren gespeeld heeft op het Big Band Festival in Goor. En daar waren ze wel veruit de beste. Hoe heet die Big Band? Dat is de Big Band Kiev. En dat zijn allemaal studenten van de Universiteit voor Culture and Art, noemen ze dat daar. Dus er zijn allemaal vakstuderenden, zeg maar. Wat heeft uw vereniging nou eigenlijk van doen hiermee? Onze vereniging heeft die groep naar Goor gehaald. We hebben in de loop van de 30 jaar al ongeveer zeker 30, 35 uitwisselingen georganiseerd. Grote en kleine uitwisselingen naar Kiev en van Kiev naar Holland. We hebben toen heel duidelijk in het begin afgesproken dat de reiskosten zijn voor de reizende partijen. En de verblijfskosten worden dan betaald of in Kiev of in Nederland. In dit geval dus, bij deze uitwisseling betaalt Nederland, onze vereniging, dat. En dat kan alleen maar door rijk sponsorwerk, waar onder andere de Kolkas ook aan meegeholpen heeft. Heel kort gezegd, komt het hier op neer. 30 jaar geleden was het een wereldmuziekconcours. En daar nam ook een Russisch orkest in deel. En Joop ter Haar, de toenmalige directeur van de OAT, had de vraag gekregen of dat Russisch orkest wilde nog graag een week lang rondtoeren in Nederland. Want het IJzeren Gordijn was er nog, hè? Dat was toen nog in de tijd van het IJzeren Gordijn, ja. Joop ter Haar was toen ook beschermheer van Apollo, de vereniging die dit jaar 100 jaar bestaat. En die heeft dus bij Apollo gevraagd of Apollo dat op zich wou nemen. Dat hebben wij toen gedaan en dat heeft geresulteerd in het oprichten van de vereniging. En voor het eerst zijn we toen in 1991 met 4 bussen van de OAT met het hele orkest naar Kiev geweest, toen met humanitaire hulp erbij. En sinds die tijd is er dus de uitwisselingen vooral op muzikaal en dansgebied. En de hulp is vooral humanitaire hulp aan kinderthuizen, kinderziekenhuizen hebben we toen geadopteerd en dat soort dingen.